Wat doet de afdeling HRM zoal? Wat doet de marketingafdeling vooral? Wat is BBS en wat doen ze precies? Wie ben je en wat doe je bij de Nijafwassinggroep? Nou, ik ben Mirjam, ik werk op de HR-afdeling. Ik hou me bezig met de HR-administratie. Dus in- en uitdiensttrainingen bijvoorbeeld. Maar ook wel een stukje coördineren van de trainingen voor onze monteurs. En samen met andere collega's hou ik me ook nog bezig met ons personeelssysteem. Hoe is het om hier op de afdeling HRM te werken? Nou, het is een hele leuke afdeling, vind ik. Er gebeurt heel veel, dus de sfeer is goed. Ja, ik vind het een hele leuke afdeling. Wat vind je het leukste aan je werk? Ja, toch wel de afwisseling. Je hebt met alle vestigingen wel wat van doen. En zodoende heb je ook contact met heel veel verschillende mensen en afdelingen. Wat komt er bij het bedrijf naast transport en truckdealerschap nog meer bij kijken? Ja, je denkt misschien alleen snel aan de chauffeurs en de monteurs, maar natuurlijk is planning een heel belangrijk onderdeel. Maar BBS bijvoorbeeld ook, dus het coachen van de chauffeurs en het wagenpark PR, er komt gewoon heel veel meer bij kijken. Wat doet de marketingafdeling vooral? Die houdt zich bezig met het maken van zulke filmpjes bijvoorbeeld. Het maken van onze magazines, dus de interviews met collega's voor de magazines, de website, social media. Wat is BBS en wat doen ze precies? Nou, BBS staat voor Behavior-Based Safety en die houden zich bezig met het coachen van onze chauffeurs. Dus zeg maar het brandstofverbruik, ze maken ook iedere maand rijstijloverzichten. Welke kwaliteiten moet je hebben om bij de Nijafwassinggroep te werken? Nou ja, ik denk betrokkenheid, servicegericht. Teamspirit is hier wel heel erg aanwezig, dus het teamgevoel. Koffie of thee tijdens je pauze? Ja, een borrel is zo raar, hè? Ja. Maar koffie of thee, ik drink graag beide, dus. Wat vind je het meest bijzonder aan het bedrijf? Nou, wat ik echt wel heel bijzonder vind is dat ondanks dat het zo'n grote organisatie is geworden met inmiddels bijna 1500 mensen in dienst, dat niks afdoet aan het familiegevoel en de teamspirit die er toch nog wel heel erg heerst. Heb je nog tips voor potentiële nieuwe collega's? Nou, ik zou zeggen, kom eens een keertje kijken. De koffie staat altijd klaar. Misschien ben ik er ook wel en kunnen we even een praatje maken of iemand anders van mijn afdeling. Wil jij ook werken bij ons mooie familiebedrijf wat al meer dan 50 jaar onderweg is? Kijk dan eens op onze website bij de vacatures of kom gezellig eens een keertje langs. Ben jij ook benieuwd naar mijn andere collega's? Kijk dan ook naar de andere filmpjes.